Nou, ik vind het zelf een heel vrolijk shirt. Dus ja, fietsen is ook blijheid en vrolijkheid. Dus dat mag best wel. Je moet een beetje opvallen, hè, als kandidaat. Dus probeer een beetje een handelsmerk te laten zien. Zodat mensen zich herinneren van, oh ja, dat was een man met een goede idee die sympathiek overkwam en waar ik in geloof. Een hele scala aan dingen die je kunnen verbeteren op de fiets, dat ik die zou kunnen realiseren in de stad. Een van die dingen is bijvoorbeeld bredere fietspaden. Ik zou ook ervoor zijn om scooters van de fietspad te weren. En ook een leuk aspect lijkt me het promoten van Amsterdam als fietsstad in de wereld. De Wiebelstraat is wel verbeterd met vroeger. Er zijn vrijliggende fietspaden, dus voor fietsers is het redelijk comfortabel. Er is natuurlijk wel veel herrie en veel luchtvervuiling. Ook zijn de situaties niet altijd ideaal met de verkeerslichtafstemming. Soms zie je dat daar twee verschillende richtingen groen heeft. Het leidt nog wel eens tot verwarring en tot bijna ongeluk. Ja, direct groen wordt voor de fietsers. Kijk nu. Direct daar, die kan ook groen. Dat kan wel eens gevaar blijven. Verwarring. Mensen rijden door. Het duurt nog rood. En nu komt toevallig ook iemand aan. Maar... Kijk, je hebt de fietsen die nu nog groen rijden. Hier ook, zie je? Twee. Kijk, zie je weer. We staan wel haaitanden. Maar ja, als je groen ziet, dan wil je rechtdoor. Dan wil je doorrijden. Ik zou zeggen, geef deze mensen groen daar rood, maar maak je cyclus heel kort. Ze stonden 20 seconden groen. En die andere ook 20 seconden groen. En dan... Ook mensen niet lang wachten, zitten elkaar niet in de weg.